Oei, 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 oei. Goedemorgen vanuit Carcassonne. Vandaag is de tweede rustdag van de Tour de France. De afgelopen dagen zijn nogal slopend geweest. En daarom vinden wij van Tour Tietema dat de renners eens goed uit moeten rusten. Welkom bij Château Tietema. Wat is Château Tietema? Château Tietema is eigenlijk hun perfecte stop voor hun koffierondje. Ja. Renners gaan meestal op de rustdag gaan ze een uurtje fietsen en dan gaan ze ergens heen om een koffie te drinken of even een krantje te lezen. Beetje chillen. Maar wij hebben echt alle faciliteiten voor die perfecte rustdag. Ja. Ze moeten natuurlijk wel weten waar het is. En wij hebben dus een uitnodiging verstuurd naar alle renners uit het peloton. Waarvan wij denken, die kunnen wel die even rustdag een goede gebruiken. Rustdag gebruiken. Ja. De meeste renners die gaan ongeveer rond een uurtje of 10, 11 of zo vertrekken ze. En dan gaan ze ongeveer een uurtje fietsen. Dus dan komen ze ongeveer 11 uur, half 12 komen ze. Maar ik sta hier nu om 6:30 hier. Wat is daar de bedoeling van? Ja, er is dus één iemand die elke ochtend om 6:30 het bedje uitgaat om te fietsen. Goedemorgen. 1 uur 23, 51 kilometer. Dus het is gemiddeld? 7:30. Vandaag 36,7. Zal ik alvast een koffietje pakken? Ja, lekker. Doe maar een espresso. Ja. Laat de melk achter maar apart hoor, dat hoeft niet. Dankjewel. Omdat voor jou was het ook gewoon 6:30. Dat is voor mij ook alsjeblieft. Heel erg goed. Maar jij doet dit dus in de Tour elke dag? Nou, dit was vandaag mijn 21ste rit. Dus eigenlijk zit de Tour er nu al op. Zo. Heb je 21 ritten gedaan nu al? Elke ochtend? Elke ochtend. Sinds dat ik in Denemarken ben, elke ochtend. Dus dan ben ik iets voor 5:30 wakker. En dan 300 watt trappen, anderhalf uur. En dan weer leeg maar. En dan even eten. Er is ruimte voor, want het is het enige moment van de dag dat je echt voor jezelf hebt. Ja, want iedereen die gewoon normaal nadenkt, Steven, die ligt gewoon lekker op bed. Jongen. Nou, dat gaan wij ontbijten. Als de eerste gasten zijn opgerot. Wat ik ernaar dat hij om 6:15 voor de deur staat. Hoe lang gaat hij weer weg? Ja. Nou, geef de jongens maar door dat het hier wel oké is. Ik zal het tegen Jasper zeggen zoals hij wakker is. Heel goed. Jongens, Château Tietema, bedankt. Ik zie het straks. Hè. Doei doei. Als de eerste gast van Château. Oh, is lekker hè? Maar wat vond je van de eerste gast? Vroeg en makkelijke gast. Ja. Koffietje tevreden. Ja. Geen jacuzzi, geen zwembad, geen petanque. We hebben onze faciliteiten nog niet echt kunnen benutten. Nee. Maar de dag is nog niet voorbij. Het is wel een goede dag om gevolgd te worden door de NOS. Ja. Goedemiddag, welkom. We komen voor iets kouds of iets warms. Iets kouds of iets warms, we hebben beide. Ja, welkom. Ja, welkom. Hey, gaat het goed? Oh, moe. Moe? We kunnen nog wel wat taart erbij gaan halen, denk ik. Wat dan? Ja, de hele ploeg is erbij. Hey. Ah, welkom. Thank you. Welkom bij Château Tietema. Ja, dankjewel. Ja. Leuk dat we welkom zijn. Kijk eens, hè. Oh, dat is really good, hè. Vanuit China. Lekker, jongens. Bedankt. Ik dacht dat jij één of twee renners een berichtje had gestuurd. Maar nu zit heel Quickstep hier aan tafel. Ik had alleen Fabio een bericht gestuurd. Okay. Maar heb iedereen uitgenodigd. Had iedereen meegenomen. Ja, we hebben wel gelukkig genoeg taartjes. Dit was niet de bedoeling. Ik dacht dat we ook nog het Brownies van zelf zouden overblijven. Ja, dat is toch zo'n zonde. Een beetje op gehoopt. Ja. Ja, Yves, wil je even ingemaakt worden dan? Man, dan heb ik de hele tijd mijn tafeltennis hier. Windy, hè? Oei, heb jij gevoetbald Fabio? Ja, maar ik kon niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dat lag altijd aan mijn ploeggenoten. Daarom ben ik gaan wielrennen. Want dat was een individuele sport. Maar nu bij de profs is dat weer een teamsport. Dus ja, als ik verlies dan ben ik boos beef. Prachtige locatie. Ja toch? Uitzicht op het echte château. Waarom ze dat toch gemaakt vroeger? Ja, geen idee. Er was nog geen trekkers. Nee. Oké, we spelen om 1000 euro. Michael Jordan deed dat, hè? Twee ballen ieder, toch? Ah, oké. Okay. Ja, mag ik erin? Wat doen we? 3 rondes? Nou, ik denk toch dat we dat meetlintje nodig hebben. Zeker, ik weet het niet, hoor. Oei, 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 oei. Oh, 5 centimeter. Kan genoeg zijn, hè? In Parijs kan het genoeg zijn. Juist. 3-0.
kan zien dat hij daar veel doet op de boerderij thuis. Onze farmer son. Mikkel, you go for a swim? They want to see you do a salto. Hoe laat was de keer? Ja, geen idee. Ik pak nog wel een brownie. Nou, Tietema, bommetje. Ja, die wist dat. Oh, is wel lekker. Hey, komen de volgende gast aan. Welkom. Ja, ik heb geprobeerd iedereen mee te nemen, maar ik kan maar één volgen. Nee, dat is genoeg toch? Of weet, gaat het niet, hè? Ja, gaat goed, hè? Dus, gaat het Tietema? Ja, gaat goed. Journalisten komen helemaal tot rust hier. Gaat goed? If you have to rate this Chateau Tietema. From 1 to 10 or yeah. 1 to 10? Apple to kiwi. Apple to kiwi. Apple to kiwi, please. Bedankt, hè. De volgende. Ciao. Gaat ook, hè, ja. Heyo. De rust is wedergekeerd in het Chateau Tietema. Nu is het echt tijd om uit te rusten voor de jongens. Ja, en ja, voor ons. En voor ons. Nee, wij moeten nog opruimen, want het is wel een grotere rotzooi. Iemand heeft zijn bidon vergeten. Fabio. En deze kan je winnen. Ga naar de Instagram van Tour Tietema. En kijk even bij de meest recente post. En dan gaan wij deze van Fabio weggeven. En dan zeggen we nu... Au revoir. Lekker zwemmen! Oh, merci beaucoup.